Ja, nou, ik woon dus nu 10 jaar in de wijk en ik heb best een hoop veranderingen voorbij zien komen. Er is een moord gepleegd, er is een overval gepleegd, er is een school afgebrand en dat is dus ook de school waar mijn kinderen op zaten. En die zitten dus nu weer op dezelfde, maar dan weer in een nieuw gebouw. En dat is een initiatief, denk ik, wat goed van de grond is gekomen om die brede school weer netjes terug op te bouwen. En heeft ook best wel een hoop voeten in de grond gehad. Zo, ja, zet dat maar eens in elkaar en stippel ook een beleid uit met elkaar om dat goed te krijgen. Een aantal acties zijn eraan verbonden die school overstijgend zijn. Dus inderdaad, die brede school die staat er en die acties die zijn er. En dat is hartstikke leuk om te zien dat dat ook werkt. Hè? Dat er een stukje naschoolse opvang is op het schoolplein waarbij kinderen samen sporten van allebei de scholen. Terwijl normaliter komen ze elkaar niet tegen, want de ene ingang zit hier en de andere zit daar. Maar ze ondernemen samen wel acties. En daar zie je dat stukje brede school zie je er wel heel goed in terug. Dus dat schept wel een band. Maar ja, ik denk op zich dat ze het goed hebben aangepakt. Het feit dat de wijkinfowinkel er is. En daar een luisterend oor waar mensen hun dingen kunnen neerleggen, dat heel belangrijk is. Dat je grote inzet hebt. En het was Jan Polderman van RWS. Die ook naar de mensen toe gaat, zo'n wijkbeheer, is heel belangrijk. Nou, dat is denk ik de sterkste kracht van dat er iemand is die bij de mensen komt en kijkt wat er speelt. We zijn in de Orwate inloophuis waar iedereen welkom is. Maakt niet uit wat voor geloof of achtergrond je hebt. Iedereen. Je kan hier een kruintje lezen, een gesprekje aangaan en zo. Gewoon van de koffie genieten. Een grote campagne gevoerd om vrijwilligers te krijgen. Iedereen enthousiast. En toen is het huis er gekomen. Aan de woningbouwstichting gevraagd of een huis beschikbaar was. En dit huis dat voldeed wel aan de eisen die we stelden eigenlijk, niet te klein en op een hoek, midden in de polder, en toe is het gekomen. En zo met hem nog een fietsclub. En die is ook van de Oase opgestart. Hebben ze ook aan mij gevraagd om mee te doen of ik mee wilde. En daar doe ik ook nog steeds aan mee. Dus hebben we dan weer meer mensen kennen. En verder is het dan een boekenclub. Dus dan is iemand, ook een vrijwilliger, die er echt wel wat verstand van heeft. Die is nu sinds kort ook een multiculti kookgroep. Mensen uit andere culturen, die komen dan samen met Nederlandse mensen. En dan wisselen ze recepten uit en ze koken ook om de beurt. Ja, dat is vrij belangrijk, want ik denk dat je dan toch wel een beetje eenzaam bent. Want ik ben gewoon alleen thuis, dus kom je toch weer onder de mensen en dan voel je je toch niet meer zo eenzaam. Je hebt toch altijd een plek om even naartoe te gaan. Elk jaar moeten we opnieuw dan verzoeken om subsidie en dat duurt dan heel lang voor je bericht krijgt. En dat is dan weer, sommige mensen worden daar een beetje onzeker van gaat het wel door, gaat het wel niet door. En dat vinden we, dat vonden we van de RWS zo fijn, dat er gelijk belangstelling was, gelijk meedenken. En ja, dat is toch wel heel belangrijk als je al vrijwilligersorganisatie voelt. Gewoon, mensen stellen er belang in. Als trainer bij voetbalvereniging VV Goes. Ik vind het gewoon leuk met die kinderen te doen. Dus ik vind het prachtig zo. Dan ben je gewoon altijd bezig met de kinderen. En je wordt gewoon je naam vaak herhaald. Dat is het. Dat is alles wat ik wil. Het voetbal sportief. Ik kan heel goed met de jeugd opschieten. En ze hebben wel respect voor mij en ik ook voor hen. Dus toen hebben ze tegen mij gezegd, oké, wat wil jij dan? Ik zei, meer voor activiteiten, voor die jongens. Voetballen, gaan wedstrijd gaan organiseren of activiteiten, parken. Of,
altijd is dit en met een auto pas gebeurt. Niet de jongens komen, wij gaan het voor mij klaar. Is dit met voetbal? Ik zeg tegen de jongens, wij gaan gewoon een dag maken. Wij gaan gewoon laten onze zien dat wij gewoon sportief zijn. Niet accepteren van alles, van scheidsrechter, ook van de andere kant. En dan doen ze het. Ze luisteren goed naar mij. Ik heb echt geen problemen mee. Allemaal wat opener is, minder massaal qua bouw. Het is echt een volkswijkje, zeg maar. Hier woont van alles door elkaar heen. Heel veel ook allochtonen. Dat kun je zien aan de schotels. Ja, als je dus zo rondkijkt, dan doordat ze die gevels allemaal anders hebben aangepakt, is het ook wat levendiger geworden. Het speeltuintje, dat was daar hier aan de achterkant, met allemaal bossen omringd in een parkje. Ja, dat was ik als jongere was daar gewoon best wel angstig voor vroeger, weet je wel. Als dat donker was, liep ik hier zomaar doorheen. Dat gaf mij mensen een heel onveilig gevoel. En dan kun je het koppelen aan laag inkomen en achterbuurt als het ware. Zo werd Noord echt vroeger echt bestempeld als een achterwijk van Zeeland bijna, weet je wel. Dat is onzin natuurlijk. Daar heeft RWS absoluut een heel grote bijdrage aan geleverd. Door alleen maar die woningen op te knappen. Al hadden ze alleen maar die schuurtjes. En dan is niet eens een voorpijtje mogen voor alleen die schuurtjes weg. En dat gaf al een heel open gebeuren hier zo. Ze zijn nu bezig in Spaakstede, ook een renovatie. Ik was toevallig vorige week, moest ik naar de klant van via Roodwinkel iets wat gaan ophalen. Kom ik iemand tegen. Weet je wat hij tegen mij zegt? Hij zegt, ja, wanneer gaat RWS weer renovatie bij jullie weer? Ik zeg, dan moet je weer couscous zeker hebben. Hij gaat er zo lang in zijn. Absoluut. Hij zegt, het was lekker. Ik zeg, nou, maar dat komt nog een keer goed, joh. Dat is geen probleem. Ga ik die kant op en dan neem ik dat stukje van de wijk en de andere keer ga ik deze kant op. Denk je van wat een raar slootje, maar daar zitten twee ijsvogeltjes. Ik had een zus die woonde al in Zeeland en daar gingen wij dan ook regelmatig naartoe. En toen hadden wij echt zoiets van, nou ja, wij gaan ook in Zeeland wonen. En toen heb ik gewoon overplaatsing aangevraagd en bij toeval in Goes terecht gekomen. Ja, en daar woon ik dus nog. Als je hier staat, dan ben je buiten. Dan ben je gewoon in de polder. Heerlijk. Maar toch in de stad. Maar je bent in de polder. Dat is gewoon lekker. En dat moet ook gewoon zo blijven. Ik vind dat moet je niet verkwanselen. Dat moet je niet weggooien. Want als het een sportpark wordt, is het niet meer openbaar. Dan kun je er alleen maar op als de sleutel in het hek gestopt wordt en verder niet. Nou, en dat ben je dan ook kwijt. En als ik wat iets heb over activiteiten van welzijn, dan ga ik met Peter Remijn over hebben. En Peter Remijn die vindt het altijd goed en die gaat achter. Dus hij zei, oké, wij gaan het organiseren. Ik ga dat leggen tegen welzijn bij je op kantoor zeggen en ik leg het uit en hun. Ja, maar dat komt goed, dan is het altijd goed. Zeeuwse Marokkaanse en Goese Boys. Of nee, Zeeuwse Marokkanen, want die Goese Boys zijn ook Marokkanen. Ja, oké. Ja, op school en zo kwamen mensen, ja, je staat in de krant. En daar heb je onze Beverlanden. Ik heb gewoon veel vrienden op school en dan, die zitten ook veel op voetbal. En dan vragen die weer aan een ander vriend, zullen we samen een team maken? Maar dan is het heel anders dan veld, het is in de zaal, je hebt andere regels. Geen petjes en geen mutsjes op tijdens het spelen en geen terugspelbal meer. Tenminste, wel terugspelbal, maar ik mag hem niet pakken.